Vandaag was de eerste dag van de formele registratie van de politieke partijen. En we hebben net om 12 uur gehad de combinatie V7, waarbij de nodige plichtplegingen zijn verricht. Het is in eerste instantie gecontroleerd langs mensen en groepen vonden, dus we kunnen hiermee aan de slag gaan. We hebben net een bestand ingediend met ons 6 partijen van 70.000 namen. Zijn dat alle geregistreerden of gewoon een deel? Nou, dat zijn alle geregistreerden van de partijen van wie we vandaag hebben geregistreerd. Dat zijn 6 partijen, verenigd in V7. Ik ben blij dat we natuurlijk vandaag de officiële eerste stap hebben gezet richting de verkiezingen als V7. U heeft gezien dat de afgelopen periode de partijen toch wel veelal individueel zijn opgetrokken. En nu is dit het moment waarbij we dus zeg maar in de komende periode veel meer als V7 zullen optrekken. En de bevolking zal dat ook merken. Vanaf morgen gaat u meer V7 bekendheid zien. U ziet al, de t-shirts van V7 zijn al nu zichtbaar. De vlaggen van V7. En de mensen gaan in alle hoeken en gaten van Suriname kennis maken. Niet alleen met de naam V7, niet alleen met het logo van V7, maar ook het verkiezingsprogramma. Alle zwevende kiezers die nog aan het zweven waren. Als u nog aan het zweven bent, komt u bij V7. Daar is uw toekomst.